Ja, nou, het is heel goed dat we nu antwoord krijgen. En mijn vraag ging inderdaad over de bijwerkingen. Hè. De werking, ja, dat is evident. Laten we daar het beste van hopen. Als het goed zit, zit het goed. Maar als we het dan toch ook over de werking gaan hebben, dan zou ik het ook wel eens willen hebben over het nut van het vaccineren van bepaalde groepen, zoals jongeren. Hè. Dat nut zie ik volstrekt niet. Misschien kunt u daar dan ook meteen antwoord op geven. Maar mijn vraag was over de bijwerking. Wat zijn nou de verschillen per vaccin? En dan zie je toch, hè, als je in Larep kijkt, enorme verschillen tussen de verschillende vaccins. Het is misschien toch goed om dat er uit te lichten. Hè. Koorts bij Pfizer-BioNTech is enorm, maar bij Moderna en AstraZeneca veel minder. En ook de vergelijking met het griepvirus, de griepvaccin, is enorm. Want bij het griepvaccin krijg je bijna geen bijwerkingen. Terwijl je toch bij Pfizer-BioNTech enorme bijwerkingen ziet. Dus dank voor het antwoord. Het was niet helemaal volledig, maar ik ben eigenlijk nog het meest geïnteresseerd in het antwoord op mijn aanvullende vraag van het nut van het vaccineren van bepaalde groepen die ook helemaal niet ziek worden van dit virus. Kijk, als het gaat over de bijwerkingen, dan is het denk ik niet zo gek dat het vaccin waar je inmiddels honderdduizenden van hebt kunnen prikken, namelijk BioNTech Pfizer, dat daar ook de meeste bijwerkingen zijn. En vaccins die je nog nauwelijks hebt gezet, zoals Moderna, dat daar het minst aantal bijwerkingen is. Dat lijkt me statistisch goed verklaarbaar. Overigens zijn het hele vergelijkbare vaccins met hele vergelijkbare bijwerkingen. En zegt Larep ook, het zijn hele geringe bijwerkingen eigenlijk. Nog veel meer dan bij griepvaccinatie. Griep is trouwens zeker niet onschuldig voor ouderen, helemaal niet zelfs. In een jaar dat je behoorlijke griep hebt, bijvoorbeeld het jaar 2015 was dat volgens mij. Toen hadden we een oversterfte door griep van zo'n 5000 mensen. Hè. Dus griep is zeker niet verwaarloosbaar voor ouderen. Voor jongeren natuurlijk wel. Maar dat kun je over corona niet zeggen. We weten inmiddels dat zo'n 10% van de mensen die corona heeft gehad, daar heel langdurig klachten van houdt. Hè. Dus long-covid. Ik weet niet of u wel eens iemand spreekt die corona heeft gehad en die gewend was veel te sporten bijvoorbeeld, veel te trimmen en dat nu niet meer kan. Nou, je spreekt er echt legio. Dus ik zou niet te snel zeggen dat het voor andere leeftijdsgroepen dan ouderen een onschadelijke ziekte is. Wat natuurlijk het belangrijkste is nu, is dat jongeren gewoon heel erg bijdragen in de verspreiding. En dus uiteindelijk zul je zeker ook jongeren moeten willen vaccineren. En naarmate we varianten krijgen, mutaties krijgen die besmettelijker zijn, zal de basis R daardoor hoger zijn en dus zal ook de opgebouwde groepsimmuniteit, om dat woord nog maar eens te gebruiken, zal dus hoger moeten zijn. Nou, dat gaan we niet allemaal langs naturelle weg opbouwen. Dus het is heel fijn als je in zo'n groot mogelijke groep kunt vaccineren. En dat is ook de reden dat ik vorige keer tegen u heb gezegd, wees alsjeblieft heel secuur in de woorden die u uitspreekt als het gaat over vaccinatie. Ik vind dat in de uitingen, niet alleen van u, maar ook met de karavaan die door het land trekt, de uitingen die daar worden gedaan, die zijn, nou, de complotkaravaan zou ik willen zeggen. Nou, noem maar gewoon de vrijheidskaravaan. Ik wil even, want deze discussie is vorige keer ook een beetje op deze manier gegaan en daar heb ik ook filmpjes van teruggekeken. Ja, dat is misschien maar goed. Maar het is goed om elkaar even te laten uitpraten en ook dit af te ronden, want ik denk niet dat jullie tot elkaar zullen komen als het op deze manier. Dat kan prima. Nou, dat weet ik niet. Kijk, we moeten misschien, hè, misschien, ja. Maar goed voor het hele filmpje dan, dat ook dit element ook in dat filmpje terechtkomt. Ik denk dat dat goed is ook qua voorlichting. Kijk, corona is een vreselijke ziekte. Het houdt ons nu al een jaar in de greep. Niet alleen in het leed en het lijden dat het virus zelf veroorzaakt, maar ook in de maatregelen die je moet nemen om dat virus onder controle te houden. En vaccinatie is onze uitweg. En het gaat alleen maar werken als de mensen voldoende bereid zijn om zich te laten vaccineren. En wat we zien, onder ouderen, daar is de vaccinatiebereidheid heel erg hoog. Maar met name onder jongeren is het nog maar de vraag of het hoog genoeg zal zijn. En juist daarom moeten we heel precies zijn en eerlijk zijn in de feiten die we delen. Vaccinatie is de uitweg. Bijwerkingen zijn verwaarloosbaar en worden heel erg goed geregistreerd. Vaccinatie werkt, blijkt gewoon te werken. Ik zou echt aan de heer Van Hagen willen vragen om de bereidheid tot vaccinatie niet te ondermijnen. Want dat is gewoon een gevaar voor de volksgezondheid. De heer Van Hagen. Ja, voorzitter, daar kun je natuurlijk over twisten. Maar eerst nog even over die bijwerkingen. De minister gaat weer over absolute cijfers, absoluut aantal inentingen. Ik heb het hier over percentages en die fout wordt continu gemaakt. Het maakt me helemaal niet uit hoeveel er is ingeënt. Als de percentages laten zien dat bij Pfizer-BioNTech er veel meer koorts is, namelijk 28-45%, en bij AstraZeneca bijna niks, dan is dat een substantieel verschil. Dan maakt het niet uit hoeveel je gevaccineerd hebt. Dus het is een absolute drogreden.
Ten tweede, de besmettelijkheid na vaccinatie is nog steeds aanwezig, kan nog steeds aanwezig zijn. Dus waarom zou je jongeren gaan vaccineren als je weet dat ze nog steeds besmettelijk kunnen zijn? Waarom zou je ze een vaccinatiepaspoort opdringen als je weet dat ze nog steeds besmettelijk kunnen zijn? Dat geeft zelfs een heel vals gevoel van veiligheid, want dan kun je bij een festival kun je met je vaccinatiepaspoortje lekker naar binnen, terwijl je besmettelijk bent. Dus nogmaals, het is ten eerste geen goed antwoord en het is ten tweede ook feitelijk onjuist. Nou, kijk gewoon op de site van Lareb. Zij berichten eens in de week, eens in de twee weken, gewoon over de laatste stand van zaken ten aanzien van de bijwerkingen. Dat lijkt me gewoon het meest juist. Dan ten aanzien van de transmissieremming en het vaccinatiepaspoort. Dat is precies het punt. Ik licht zojuist toe in de richting van collega Rob Jetten, uw collega Rob Jetten. Dat wij natuurlijk een belangrijke medische hobbel nog te nemen hebben voordat we überhaupt met een vaccinatiebewijs zouden kunnen gaan werken. Want je weet nog onvoldoende over de mate van transmissieremming. Overigens, het is niet zo dat de transmissie, dat is minstens niet aannemelijk, dat de transmissie nog precies op dezelfde manier zou doorgaan. De viral load zal sowieso heel veel lager zijn van mensen als ze niet zelf besmet meer zijn. En kijk even naar de voorbeelden van de landen waar ze al heel veel verder zijn. Israël bijvoorbeeld of het VK. Daar zie je toch ook wel een behoorlijke transmissieremming. Dus de aanname is in algemene zin dat die transmissieremming behoorlijk zal zijn. En naarmate er steeds meer mensen zelf ook beschermd zijn door vaccinatie, kun je ook nog iets van transmissie ook best nog wel aan. Over het vaccinatiepaspoort heeft u het over opgedrongen. Dat is precies een van de dingen waar ik me dan zorgen over maak in de manier waarop u daarover spreekt. Wij dringen helemaal niets op. Niemand hoeft van ons naar een festival. Helemaal niemand. Niemand hoeft van ons naar een niet-essentiële voorziening. En daarom gebruiken we testen überhaupt als paspoort, het testpaspoort of een vaccinatiebewijs, slechts voor niet-essentiële voorzieningen. En men heeft altijd een alternatief, bijvoorbeeld een immuniteitsbewijs, een testbewijs. Dus wij zullen nooit, en dat is belangrijk, wij zullen nooit, misschien ook goed voor het filmpje, nooit mensen vragen zich te verplicht te vaccineren of dat ze zich verplicht voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Tot slot, de heer Van Haga. Ja, dit is natuurlijk heel hilarisch. Hè? We verplichten u niet om naar een festival te gaan. Nee, u bepaalt blijkbaar wat essentieel is voor bepaalde mensen. En dan dwingt u ze indirect toch om zo'n paspoort te krijgen en toch om een vaccinatie te nemen. Dus, maar goed, u heeft nog steeds de vragen niet beantwoord over de verschillende vaccins ten opzichte van het griepvaccin. Maar ik laat het hierbij. Want u heeft toch gelijk gekregen, wij komen hier niet uit. Nou, dan stel ik voor dat u verder gaat. Ik ben er wel uit hoor.